die zo dadelijk gaat beginnen. En wij kijken inmiddels naar de Amerikaanse. 14.966, dat is dus bijna 15 punten voor de Chinezen. Wat gaat Jordyn Wieber doen? Jordyn Wieber, de Amerikaanse. Krachtige aanloop. Kijk, die doet nog een halve draai extra. Een 2,5 draai in de lengteas. En daar komt hij dan. 15.716. Ja, kijk, dat is een score die er toe doet. 16,5 was de maximaal haalbaar. En zijn ze het in feite nog. Goed. Dat gezegd hebbende, Jordyn Wieber is aan zet. Kijk, dat is mooi, hè? Heupdraai voorwaarts. Dat zien we zelden. Ik heb het nog nooit gezien bij het vrouwenturnen. Mooie verbinding. Naar, en dan gelijk een vrije heupdraai. Hele draai naar de hand. Oh, daar even de benen uit elkaar. Ze tipte met de voeten de vloer aan. Dat is dus een fout. Maar heeft zich nu weer hersteld. En heeft de ritme goed te pakken. Ze is fysiek heel sterk. Weer een vluchtelement. Het Katjev-beweging over de hoge ligger. En dan nu tempo maken. Zal de afsprong komen. Wat wordt dat? Dubbelsalto gestrekt. Mooi recht. En ze staat als een huis. Ja, wat een fantastische afsprong zeg. Lichaam heel strak tijdens het dubbelsalto. Maar dat is heel kort hoor. Want zodra, kijk maar, Wieber heeft nu de score. 13.600. Ja, dat is dus een ernstige fout geweest. Staat. Ja, ze staat nog op de tweede plek. Want het is natuurlijk een beetje een foutenfestival geworden. Maar ja, dat is dus een kans voor Jordyn Wieber, de Amerikaanse, om daar nu overheen te komen. Want die had dus een fout aan de brug. Niet van een volpunt, maar wel van 18e punt. Goed, dan moet ze dus nu foutloos turnen. Kijk eens. Zijwaartse salto. Dat is moeilijk, want je hebt even geen zicht meer op de balk, hè? Bij de zijwaartse salto. Ja, dit is mooi. Pirouette helemaal uitgewerkt met geheven been. Hier weer een kleine onzekerheid bij een klein half draadje. Vangt ze weer goed op. Spagaatsprong in parallelhouding. De vrije ratslag. Daarmee heeft ze de voorwaartse, achterwaartse en zijwaartse acrobatiek laten zien. Een schroefsalto in het tweede deel van haar programma. Tjonge, jonge, jonge. Dan ben je toch wel zeker van jezelf, zeg. De klok staat nu op 1 minuut 15 seconden. En ze mag maximaal 1 minuut 30 op de balk staan. Ze krijgt nu nog 10 seconden de tijd. Er komt de afsprong. Een 2,5 schroef. Nou, dat pasje wat ze maakte bij de landing. Dat was eigenlijk de enige echte zichtbare fout. Tjonge, jonge, wat heeft die Wieber hier gepresteerd zich op de balk. Die vecht zich dus weer terug in het klassement. En dat gaat haar lukken. Want ja, de twee Chinese meisjes hebben fouten gemaakt op de balk. Die zijn niet boven de 14 punten uitgekomen. Alleen Komova was en de Britse, Wielen, die hebben boven de 14 punten gescoord. En Ferrari ook, de Italiaanse. Jawel. De twee Chinese meisjes hebben onder hun kunnen gepresteerd. En daar kan de Amerikaanse dus nu gebruik van maken. En zij is de enige Amerikaanse die nog in de race ligt. Want Raceman, die het trouwens ook heel goed deed op de balk. Maar dat is allemaal buiten ons beeld gebeurd. Een 60. En dat zien we hier in beeld. En dat is een prima score. Daarmee komt ze weer op de tweede plaats. Op 44.582. En dan komt Jordyn Wieber. De Amerikaanse. Kijk, dubbel salto, dubbele schroef. Maar glipte wel een beetje weg. Ze weet dat ze nu alles moet geven. Anderhalve schroef. Drievoudige schroef, maar wel een nahupje. Zo, alsjeblieft. Dat is een drievoudige pirouette. Messcherp.
Oh, ze komt buiten de vloer. De rode vlag gaat omhoog. Even een hap verse lucht in de longen. En dan nu, dubbel gehoekt, tot stand. Jongen, jongen, wat een dynamiek zeg. Wat een dynamiek in deze vloeroefening. Prachtig. Ook zondag in de vloerfinale zien we haar terug met Raisman. Maar Yao, de Chinese, ziet het gebeuren. En we hebben ook gezien dat Wieber even buiten de vloer kwam. Wat kost dat? Ik weet niet of we dat hier nog gaan zien. Hier zien we het begin. Kijk, die dubbel salto, dubbele schroef. Die glipt ze ietsje weg. Dat is denk ik 3/10 punt aftrek. En dan nu, let op, hier gaat ze. Kijk, dat pasje, dat is ook een 3/10. En dan het feit dat je met één voet buiten de vloer komt, krijg je een 1/10 punt extra aftrek voor. Dat is een lijnfout. 1/10 punt extra. Maar dat pasje is natuurlijk een uitvoeringsfout. Hè? Dus ja, je krijgt toch twee foutjes die cumuleren. Goed. Nou. Ze heeft in ieder geval zich volledig gegeven. Dat merk je nu wel. Ze heeft zuurstofschuld opgebouwd. En even naheigen. En Komova is de laatste op vloer. En die moet het nu gaan beslissen. Terwijl Jordyn Wieber op haar score wacht. En jawel, dat is 14.800. Dus ze komt op 59.382. En daarmee komt zij op.